Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn channel Christel Blue. Ik ga vandaag een reading doen. De lichtwerkers orakel kaarten gebruik ik voor de lichtwerkers. En ik gebruik de aartsengel Gabriel Oracle Cards. Dus bericht voor de lichtwerkers en de kaart die we behandelen is Spiritual Degree. En dat betekent Spiritual Besluit. En die ga ik lezen. Spiritueel besluit en je hebt je afgevraagd wat er daarna in je leven zou gebeuren. Je realiseert je niet hoeveel kracht je hebt om dat zelf te beslissen. Wat wil je vervolgens laten gebeuren? Spreek je waarheid in het universum. Besluit het en u zult zijn. Je bent spiritueel volwassen om je koers te bepalen. En toch maken de wensen in je hart deel uit van hoe dat gebeurt. Wees bereid om door het ongemak van de groei te gaan. Het universum ontvouwt zich natuurlijk volgens zijn eigen genialiteit. Je bent verantwoordelijk voor de woorden, overtuigingen en intenties die je uitdrukt. Het universum reageert dan op zijn eigen krachtige manier. Wanneer deze orakelkaart naar je toe komt, is het tijd om de waarheid te spreken. Waar verlangt uw hart echt naar? Focus erop en zeg het hardop. Wees niet bang om je dromen, verlangens, wensen en fantasieën uit te spreken. Soms willen ze alleen hardop uitspreken. Dit kan angstaanjagend, bevrijdend, opwindend en levensveranderend zijn. Het is een moment dat we uitgroeien tot een spirituele volwassene en die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen levensreis. Spreek vanuit uw hart. Geef jezelf toestemming om je diepste verlangens te uiten. Laat dan los en vertrouw. Ja, aanroeping. Ik creëer een leven van overvloed in liefde, welzijn en vervulling. En ik geniet om de reis te maken, zodat ik groei in vreugde en wijsheid tot volle uitdrukking van mijn mooie, ware zelf. Door onvoorwaardelijke liefde en mijn eigen vrije wil ben ik bereid om mijn realiteit te creëren. Liefde, vrede, geluk en vertrouwen. Het zij zo. Goed, dan heb ik hier nog een kaart en dat is wees trouw aan jezelf. Even zo lezen ook. Blijf trouw aan jezelf. U hoeft geen compromissen te sluiten of uw ideeën af te zwakken. Luister ernaar en vertrouw en volg je innerlijke stem. Deze kaart is een bericht voor je om te vertrouwen en je aanwijzingen te volgen. Denk niet te lang na. Je hoeft andere mensen niet te plezieren. Je weet diep van binnen wat te doen. Werk samen met Gods leiding. Vertrouw en volg het pad, stap voor stap. Luister niet naar je angsten. Je hoeft niet iedereen tevreden te stellen, omdat je wilt dat anderen bij je passen. Angsten zullen je nooit leiden naar waar je heen wilt. Gelukkig is het nooit te laat om op het goede spoor te komen. Blijf trouw aan jezelf. Deze ervaring zal je assertiviteit helpen versterken. Roep God en aartsengel Gabriel aan voor hulp om eerlijk te zijn met anderen. Goed, dat was mijn boodschap voor vandaag voor de lichtwerkers. Dankjewel voor het kijken en ik zou zeggen, word lid van mijn channel. En tot de volgende keer. Doeg!